De familie van Eddie Josephson heeft vandaag zijn complete boekencollectie gedoneerd aan de universiteitsbibliotheek. Bibliotheekdirecteur Tanya Sitaram verzekerde de aanwezigen dat de boeken goed zullen worden gebruikt. Sitaram gaf aan dat de bibliotheek is benaderd door Monique Feira, die vroeg als zij geïnteresseerd waren in de boeken. Er is een mevrouw die boeken wil schenken aan de universiteitsbibliotheek. Dat is mevrouw Josephson, is de collectie van Weilen, de heer Eddie Josephson. Ze willen jullie het, zie je iets erin? En het antwoord was natuurlijk, we willen eerst oriënteren en dan zullen we verder afspraken maken. Ik ben geweest en ik heb de collectie gezien. Het was echt, nou zeggen deze ruimte met boekenkasten. En die boekenkast heeft ze ons ook gegeven. Met al die boeken erop. En er hingen blaadjes eruit waar ze ook al die voorselectie had gedaan. Dit is voor psychologie, dat is voor rechten, dit is voor humaniora, dat is gewoon om te lezen. Dus dat was al echt iets van voor elke faculteit. Ze vroeg me, is dit iets voor jullie? En ik zei ja, want die blaadjes die al eruit hangen, laten al zien van voor elke faculteit is er iets. En ik weet niet als het zo is dat wij ook echt voor elke faculteit heel veel boeken hebben. Ik ben er pas, dus ik weet het nog niet helemaal. Mijn collega's kunnen me corrigeren. Bijvoorbeeld van psychologie waren er zoveel boeken, terwijl wij misschien niet zoveel boeken hebben. Ook al zijn ze oudere boeken, dan weten we dat die informatie er is. Lisbeth Perotti en anderen hebben een collectie geschonken namens de weduwe van Eddie Josephson en hun twee kinderen. Perotti las een bedankbrief van de familie voor. De familie is verheugd dat ze heeft kunnen handelen volgens de wil van Eddie, namelijk zijn bibliotheek te schenken aan de Universiteit van Suriname, onze Anton de Kom Universiteit. En dat ook voor studenten van het IOL, omdat die daar ook profijt van zullen hebben. De schenking van de familie Josephson bestaat uit boeken op het gebied van pedagogiek, psychologie, didactiek, filosofie, logica, argumentatieleer, sociologie en wetenschap. Veel boeken ook over verschillende politieke stromingen. Voor de volledigheid zitten er ook boeken bij van de Horeca, omdat hij voor het Horeca-onderwijs veel betekend heeft via het SLO en vanaf 1992 in het bijzonder voor het Horeca-onderwijs. De boekencollectie van Weilen en Josephson bestaat uit ongeveer 1500 boeken met een geschatte waarde van meer dan 10.000 euro. De boekencollectie is compleet met boekenkast geschonken.